Hey, hey, ik ben Ilona van Be Ilona en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer iets anders voor mijn kanaal, namelijk een first impression video. Wat is dan nu een first impression video? Wel, een first impression is eigenlijk de eerste bevinding van een nieuw product. En het nieuwe product dat ik vandaag ga testen is dit van Clinique. Namelijk het Pep Start Double Bubble Purifying Mask. Nu, wat belooft dit maskertje te doen? Ik ga het even voorlezen. Dit masker is een schuimend reinigingsmasker, vandaar de naam Double Bubble. Bubble, bubbel, schuim. Het is een snelle opkikker voor je huid. Het verfrissende roze gelmasker verandert in slechts 2 minuten in schuimbelletjes. Om het te verwijderen moet je het met water masseren en afspoelen en je krijgt er een stralende, energieke en schone huid mee. Maar heel belangrijk, vermijd de oogomtrek. Ik ga het uit de doos halen en ik ga het eens direct proberen. Hè. Ik heb heel mijn huid al gereinigd. Ik kom net uit de douche. Ik heb alleen mijn ogen nog niet ontschminkt. Waarom? Ik wil er nog een beetje menselijk uitzien door de camera. Het maskertje komt in een heel handige verpakking, een soort tube. Met een dopje dat je eraf haalt met een pompje. Dus we gaan dat dus direct aanbrengen. Is er een manier om het aan te brengen? Nee, gewoon starten. Het is dus echt een roze gel. Als het maar roze is, is het al goed voor mij. Dus heel belangrijk, doe het zeker niet rondom de ogen. Je ziet, het begint al een beetje op te bubbelen. Oké, nu ben ik echt wel benieuwd hoe dat er zo beet gaat uitzien. Het voelt ook zo heel prikkelend aan. Zo echt kleine luchtbelletjes dat op je huid open spatten precies. Het lijkt precies op de kerstman of Sinterklaas dat ineens een witte baard aan het bijkweken is. Oh, het voelt echt super leuk aan. Je ziet ook als ik mijn gezicht zo draai, zie je echt waar mijn gezichtsrand stopt en hoe ver, hoe breed het maskertje eigenlijk bubbelt. Het is echt wel een hele schuimlaag. Ja, nu is mijn baard denk ik volledig volgroeid. Dus het schuimmasker is nu denk ik wel op zijn toppunt gekomen. Zoals hier is het al een beetje echt aan het weggaan. Op mijn voorhoofd heb ik hier ook al een plekje dat uitgebruist is. Oh, ik vind het echt fijn. Zo, ik heb ondertussen het masker met lauwwarm water gaan afspoelen. Want het is wel zo, als het maskertje uitgebruist is, heb je zo'n heel kleverig laagje. Dus het is wel belangrijk dat je het echt goed afspoelt, dat het zeker niet op je huid blijft zitten. Na het maskertje is het belangrijk dat je gewoon je verzorgingsroutine terug aanbrengt. Dus dat kan je crème zijn, serum, crème. Dat kies je volledig zelf wat je aanbrengt. Nu, mijn eerste bevinding van dit masker. Ik vind het masker echt, ik vind het keileuk. Ik vind het superleuk dat dat zo'n bruisend en bubbeleffectje heeft. Dus daarvoor krijg je van mij echt al zeker een 10 op 10 voor het gevoel dat het geeft. Nu, qua effect. Ik had deze ochtend tegen mijn mama nog verteld van ik heb weer heel veel zwarte puntjes. En aangezien dat dit een purifierend masker is, heb ik wel gezien dat die zwarte puntjes op mijn neus verminderd zijn. Ze zijn niet volledig weg, ik ga niet liegen, maar het is wel minder zichtbaar. Dus hij doet eigenlijk ook wat hij moet doen. Dus dit masker krijgt van mij toch echt wel een 9 op 10. Dat is een heel goed rapport, hè? Daar was ons mama content mee vroeger. Zo, dus dit masker is te koop bij Ici Paris XL. Ik denk iets rond een 27, 28 euro dat je betaalt voor dit masker. Ik raad het echt aan. Gewoon puur voor het gevoel alleen al zou ik het gaan kopen. Het is echt een must-have in je maskerverzameling. Vond je deze first impression leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Geef mij zeker ook tips over wat je nog wil zien in volgende video's. Willen jullie first impressions, unboxings? Noem maar op, laat het mij gerust weten. En wie weet ga ik er echt wel mee aan de slag. Want ik wil ook natuurlijk video's voor jou maken. Dus wil ik ook graag weten wat jij graag ziet. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Dan maak je mij een heel gelukkig meisje mee. En dan zie je mij binnenkort in mijn nieuwe filmpje terug. Bye bye!